Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken hoe je de pH berekent van een basische oplossing. Dit is de HAVO-versie. Het is slim dat je eerst de aflevering kijkt over pH-berekeningen van een zure oplossing. Als je een basische oplossing hebt, dan zitten daar geen H-plussen in, maar OH-minnen. De OH-min-ionen in een basische oplossing zijn verantwoordelijk voor de pH. Dus hoe hoger de concentratie van de OH-minnen, des te basischer is de oplossing. En een basische oplossing heeft een pH hoger dan 7, dus hoe hoger de concentratie, hoe basischer het is, dus hoe hoger de pH. Daar hoort deze vergelijking bij. We berekenen nu niet de pH, maar de pOH. En voor de rest dezelfde vergelijking. Die P staat voor min log. En bij pH nemen we H+, bij pOH nemen we de molariteit van OH-. En hoe komen we dan aan de pH? Nou, die twee samen, die zijn 14. Dus pH plus pOH is samen 14. Ik ga je zo laten zien hoe je daar dus mee kunt rekenen. Let op dat je ook hier die concentratie invult in mol per liter. Oké, laten we naar een voorbeeld kijken. Rollo lost 1,5 gram calciumhydroxide op tot een oplossing van 5 liter berekende pH. Nou, dan beginnen we dus met de oplosvergelijking. Als je calciumhydroxide neemt en je lost dat op, dan krijg je calciumionen en je krijgt vrije hydroxide-ionen. En ook hier hebben we te maken met een molverhouding van 1 staat tot 2. Oké, dus we gaan beginnen met het calciumhydroxide en daarvan weten we de massa. De massa van het calciumhydroxide is 1,5 gram. Nou, dat moeten we omrekenen naar mol en dat doen we met de molaire massa. Voor calciumhydroxide is de molaire massa 74,093 gram per mol. Nou, dan kunnen we de chemische hoeveelheid berekenen. Dan moet je de massa delen door de molaire massa. Dus 1,5 delen door 74,093. En dan komen we uit op 0,020 mol. Oké, dat is van de calciumhydroxide. Dus deze hoeveelheid is 0,020 mol. Maar wij willen de hoeveelheid OH-ionen hebben. Dus dat betekent dat we de molverhouding moeten toepassen. Nou, dat gaan we doen. De OH-minnen. Even kijken, het aantal mol is dus 2 keer 0,020 is 0,040 mol. Nou, veel gemaakte fout nu is dat leerlingen nu al de pOH willen berekenen. Hè? Dus de pOH, en dan doen ze min log van de OH min. Maar, denk erom, dit moest in mol per liter. Dus dit is niet goed, gaan we weggummen. We moeten eerst de concentratie berekenen met de volume en die is 5 liter. Dus dan kunnen we de molariteit berekenen van OH-min. Dan moet je het aantal mol delen door het volume. Dus 0,040 delen door 5,0. En dan kom je uit op een molariteit van 0,0081 molair. En dat gaan we hier invullen. 0,81. En dan komen we uit op een pOH van 2,09. Nou staat hier dat pH plus pOH samen 14 moet zijn. Dus dan kunnen we nu de pH berekenen. Als je de pH dan wil berekenen, dan moet die pOH, die moet naar de andere kant. Dus dat wordt dan 14 min de pOH. Oftewel 14 min 2,09, 14,00. Min 2,09 en dan kom je uit op 11,91. Hier geldt dat de significantieregels een klein beetje anders zijn, maar dat leg ik uit in een andere aflevering. Dus om de pH te berekenen van een basische oplossing moet je eerst de pOH berekenen. En dat gaat op dezelfde manier als bij je pH met H+, alleen hier moet je dus de OH-minnen gebruiken. Het omgekeerde kan ook. Bereken nu eens de concentratie van een OH-min-oplossing in een basische oplossing met een pH van 12,90. Nou, dan moeten we eerst de pOH berekenen. Dus dat is dan 14 min 12,90
En daar komt uit, even kijken, 1,10. En nu kunnen we zeggen dat de pOH is dus min log van OH min, dat die 1,10 is. Nou, eerst die min naar de andere kant, voordat we het omgekeerde van logaritme kunnen doen. Dus logaritme van OH min is min 1,10. En nu kunnen we de concentratie OH min berekenen door 10 tot de macht min 1,10 te doen. En dan komen we uit op een concentratie van OH min van 0,079 molair. Dus de concentratie OH min bereken je door 10 tot de macht min de pOH te doen. Oké, zetten we alles nog even op een rijtje. Al in een zure oplossing reken je de pH uit met min log H plus concentratie. In basische oplossingen reken je de pH uit door eerst de pOH te berekenen. Met min log van de molariteit van OH min. En de pOH en pH samen is 14. Moet je het omgekeerde omrekenen, uitrekenen nu het omgekeerde van logaritme. Is min de pOH of min de pH. Goed, tot zover deze aflevering. Als je wat wil oefenen, kijk op mijn website. Bij oefenen, daar staat op, bij oefenen 5HAVO staan extra oefenmateriaal. En tot zover deze aflevering. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.